Als je auteurs tegen het lijf wilt lopen, moet je deze dagen naar de boekenbeurs in Antwerpen gaan. Daar vind ik ook Tom Lanois, die ik een en ander wil vragen over zijn goddelijke monster. Het is al van 1997 geleden dat hij het eerste deel heeft uitgebracht. Zwarte tranen en boze tongen verschenen enkele jaren later. Ik ben benieuwd hoe hij er nu op terugkijkt. Dag Tom. Ik ben blij dat ik hier bij je mag zitten op de boekenbeurs in Antwerpen. Ik ook, hoor. Ja. En we gaan het hier hebben natuurlijk over het goddelijke monster. Ik wil straks even terugkomen op Sprakeloos, waar je nu een theatertournee meemaakt. Maar even terug naar het goddelijke monster. De reeks is bijna afgelopen. Ja. Weet je nog hoe dat het ooit begonnen is? Wel, ik zal je zeggen dat ik in mijn studententijd, niemand gaat dit geloven, maar heb ik een berichtje uit de krant geknipt van twee broers die in het zuiden van Frankrijk gaan jagen, ruzie krijgen, uit elkaar gaan. De ene doet een bronstig zwijn na om een zwijn te lokken en zijn broer denkt dat het een echt is en schiet hem neer. Ik vond dat iets onwaarschijnlijk en dat blijkt meer te gebeuren, want tijdens de serie is hetzelfde weer gebeurd in Siberië, maar dat gebeurt eigenlijk vrij veel. Een dom accident. Dat is één ding. Ja. Tweede punt, ik ben een man van het theater. Ik had samengewerkt met Jappe Klaas in Theater. Mm-hmm. En die hebben Gombrowicz gebruikt, Yvonne. Yvonne is, de prinses van Bourgogne is een lelijk meisje, gekozen door de prins, omdat hij uit verveling wel eens wil trouwen. Mm-hmm. En dat meisje zegt niks. En dus men wordt zo kwaad omdat ze niks zegt, dat ze op den duur doodgemaakt wordt. Ja. Dat is een tweede lijn. Ja. Dan ook, ik heb een bewerking voor Jappe Klaas gemaakt. Voor mij was dat een heel belangrijk stuk, Celibaat van Gerard Walschap, waar het heerken heel veel problemen heeft met zichzelf, ook nauwelijks kan spreken en communiceren, zich laat verminken in de Eerste Wereldoorlog, een monster wordt, in het zuiden van Frankrijk hield in de armen van een oude vrouw, Lucienne. En dus ik heb daar een aantal bladzijden ook letterlijk in het boek geschreven. Dat waren mijn drie grote bronnen. Ik ga je even onderbreken. Ja, dat moet je doen. Ja, want anders blijf je doorgaan. Ja. Je hebt drie boeken geschreven. Er zitten altijd een aantal jaren tussen. Ja. Was dat ook een bewuste keuze? Want ondertussen heb je andere dingen gemaakt. Hè? Wist je op voorhand dat het... Nee, ik wist op voorhand niet dat het... Maar dat is uw vraag. Niet dat het een trilogie zou zijn. Ik herinner me nog heel goed dat ik in paniek na, ik denk, 120 bladzijden... gebeld heb naar mijn uitgever, want het boek was al aangekondigd en wel. Ik denk dat het een trilogie wordt. Zoals een moeder die opeens de scan heeft gezien. En het zijn is er drie, een drie, drie. En hij vond dat niet zo'n probleem, maar hij heeft mij net zo goed voorspeld wat dan inderdaad bleek. Het tweede gaat het moeilijkste zijn. En pas bij het derde ziet iedereen alles. We gaan even terug naar theater. Sprakeloos. Ja. Je bent net in première gegaan met... theatervoorstelling van het boek. Hoe loopt het? Ik zit halfweg nu. Halfweg al? Ja, van de 20. Ik vond het geweldig. Ik heb gelachen met tranen in mijn ogen en het heeft me bij de strot gepakt ook. Dat was de bedoeling. Dat is het boek. Hè. Je staat wel 2 uur op de scène. Hè? Ja. Heftig. Loving it, ja. Ja? Voor mij, zoals dat boek natuurlijk op zich een heel belangrijk boek is, persoonlijk, maar ook na de oorlog was dat een nieuwe schrijfschool. Herijking, echt opnieuw kijken van waarom ben ik schrijver en hoe wil ik schrijver zijn. Is deze voorstelling voor mij... Ik heb tussendoor ook al meer dan 10 solovoorstellingen gemaakt, los van aparte optredens. Dit is een heel belangrijke voor mij, omdat ik voor de eerste keer... Ik heb wat trappen onder mijn kont gekregen van de producent, mensen binnen Buiten Begeerte. En ik ben nu blij daarom. De eerste keer heb ik veel van buiten geleerd. Ik heb geblokt. Mm-hmm. Ja. En heb ik zo ook de grens tussen literaire lezing en theatervoorstelling nog meer doen vervagen. En ik voel me daar nu heel goed mee. Ja. We gaan ermee ophouden, Tom. Dank je wel voor het gesprek. Dat was juist zo gezellig. En we moeten al stoppen, joh. Allee, oké, dan. Zondag kan je naar de allerlaatste aflevering kijken van Het Goddelijke Monster. Maar daarna is er natuurlijk ook nog altijd het boek en de DVD. Volgende week zoeken we op de boekenbeurs Stefan Brijs op voor een babbel over post voor mevrouw Bromley.